Fabian Sporksleden, een paar dagjes vrij gehad, vandaag weer aan het trainen. Was het lekker om even ertussen uit te zijn? Ja, zeker. En vooral met een overwinning op zak. was wel lekker. Ik ben even bij mijn familie geweest, dus uh, dat is altijd goed. Dan ben je vandaag weer terug in de Eerste training in aanloop naar de play-offs. Uh, zit gelijk de focus er dan weer op? Ja, zeker. Ik denk uh, dat iedereen ook in die vrije dagen al uh, wel met zijn hoofd... Uh, naar de play-offs aan het toeleven is. Dus uh, ben je alleen maar blij dat je weer het kan uh, oppakken. En uh, nu begint de voorbereiding echt. Is het wel mogelijk om dan even je hoofd leeg te maken in die, uh, in die vrije dagen? Of zit je alleen maar bij de wedstrijd tegen Volendam? Nee, je probeert het wel, uh, zeg maar het onderwerp is soms niet te vermijden, omdat je gewoon wel, uh, ja, het, het is natuurlijk wel waar je naartoe leeft. Maar je hebt ook gewoon momenten dat je gewoon lekker even met andere dingen bezig bent. Familie opzoeken en dat soort dingen, dus dan uh, ja, je probeert een beetje een goede balans te hebben. De spanning neemt natuurlijk toe, omdat de play-offs eraan komen. Heb je er ook een beetje zin in? Ik, ik heb er zelf uh, echt heel erg veel zin in. Ik, uh, nou ja, wat ik zeg, dan, zelfs als je vrije dagen hebt, dan ben je toch al een beetje aan het denken hoe, hoe mooi het uh, zal zijn. Uh, we gaan natuurlijk voor de overwinningen, we gaan natuurlijk voor, uh, voor de eerdivisie. En uh, nou ja, dat, dat geeft wel heel erg veel motivatie. Het duurt nu nog een week voordat de play beginnen. Uh, toch al even voor, voorzichtig vooruitblikken naar Volendam. Hoe schat je de kansen van Nak in uh, tegen die ploeg? Um, ja, ik, ik denk gewoon dat het uh, Volendam heeft ook gewoon een uh, goede ploeg. Dus uh, ik denk uh, dat het verschil niet heel groot zal zijn. Maar ik denk dat wij wel genoeg kwaliteit hebben om over twee wedstrijden van hun te winnen. En um, ja, ik denk dat we ook gewoon uh, vooral nu ons goed moeten voorbereiden. Uh, niet te veel uh, uh, praten over favoriet wel of niet. Maar gewoon uh, ja, voor zorgen dat straks, als, als het fluitje gaat in Volendam eerst, dat we er dan, uh, dat we er dan gewoon opvliegen.